onze feestelijke onthulling van het kunstwerk wat we met veel mensen samen uit de wijk hebben gemaakt. We wilden het eigenlijk heel graag buiten doen. Zeker nu sinds de coronaperiode en we wat ook afstand moeten houden van elkaar. Dus we hebben geprobeerd daar toch zoveel mogelijk rekening mee te houden. Als jullie er ook aan willen denken. Oh ja, ik zie dat de clown al meestal op ingericht. Nou, ik denk dat dat het wel fijn is om... We kunnen nog van alles bijpraten dadelijk, na de onthulling. Maar dat het ook wel heel leuk is om gewoon samen te kijken wat het geworden is. En we hebben een speciale gast voor uitgenodigd. Arjan, mogen we jou uitnodigen. Om het te onthullen. En Arjan is sinds kort de gebiedsmanager van de gemeente Eindhoven van Woensel. Woensel-Zuid. Ja. Misschien kun je het zelf daar nog een beetje erover vertellen. Hè, Arjan? Wil jij even zeggen waar mensen zich bevinden nu? Oh ja. Sommigen vragen het. Heel goed van jou, Aisje. jullie zijn te gast bij Stichting Ik Wil. Maar het project hebben we samen gedaan met Wij Eindhoven, Buurt in Bloei, het CKE en Stichting Ik Wil. En met jullie allemaal natuurlijk, anders had het al helemaal niet kunnen lukken. Dus dankjewel Aisje Noor. En ook de gemeente Eindhoven heeft ook bijgedragen een stukje aan materialen. Dus dat was ook al heel fijn. En daarvoor is oma ook, u vertegenwoordigt de gemeente, zeg maar, hierin. Ja, welkom. Ja. Alsjeblieft. Dankjewel. Nou, eigenlijk had wethouder Richters hier natuurlijk willen staan. Zij laat zich excuseren, dus mocht ik de openingshandeling verrichten. Op zich natuurlijk super mooi. Maar bij een openingshandeling, daar hoort natuurlijk ook een korte toelichting. Ik had voor mezelf even drie punten die ik vanavond sowieso wil benoemen. En die denk ik ook heel belangrijk zijn, ook voor jullie. Hè. De meeste mensen kijken misschien terug op een andere periode als dat ze gewend zijn. De strengere lockdown is misschien wat versoepeld. Maar wat ik uit andere gebieden die ik heb, ga ik kort even voorstellen. Ik heb ook namelijk Gestel als een van de gebieden waar ik gebiedsmanager ben. En sinds vorige week Woensel-Zuid. Maar wat ik in die gebieden zie, is dat daar wisselend gereageerd wordt. Ik had eerst ook strijd. En Wikke heeft daar een heel leuk filmpje voor Drenthe Dorp, wat ze daar gemaakt. Maar je ziet dus op verschillende manieren dat mensen elkaar ook in buurten opzoeken. En dat vind ik eigenlijk ook wel heel positief om hier in Kroonhoef te zien. Dat jullie eigenlijk elkaar ondanks de lockdown, ondanks de beperkingen, ondanks misschien het afstand houden, toch elkaar gevonden hebben. Ik heb net een klein beetje gezien wat daaronder zit, maar waarin toch verschillende delen samenkomen. En dat misschien ook wel compleet symbool staat voor de cohesie die eigenlijk in dit gebied is tussen jullie, dat jullie elkaar gevonden hebben en ook juist zijn blijven vinden. En dat daar samen zo'n mooi kunstwerk van gemaakt hebben. Het andere wat ik in ieder geval wil benoemen is ook de inclusie, hè, het samen het maken. Ik zit eigenlijk koud 1 week nu in Woensel-Zuid en ik word al meteen uitgenodigd om hier te zijn. En als ik om me heen kijk, dan denk ik, het is ook een mooie samenstelling van een mooie groep mensen. En ook een hele open groep, in ieder geval ook open, kijk, net nieuw, maar in ieder geval ook meteen uitgenodigd worden van dergelijke handeling. Ik kan me voorstellen dat het ook in de contacten zoals jullie die onderling hebben, ook een hele belangrijke is. Dat je ook open voor elkaar staat, ook voor die sociale cohesie. En een andere belangrijke. Dat is inmiddels al een aantal jaar geleden. Ik ben ooit binnen openbare ruimte actief geweest, ook met verschillende tunnels in de stad. Toen hebben we John Cleese in Eindhoven gehad, die een tunnel onthuld heeft. Dat hebben we toen tunnelvisie genoemd. En sindsdien zijn allerlei andere tunnels die zijn eigenlijk aangepakt. En wat ik daar eigenlijk mee wil zeggen is, die onthulling was vaak niet een eindpunt. Het kan juist het startpunt zijn voor allerlei nieuwe ontwikkelingen, nieuwe dingen die je gaat zien. Dus daarmee zou ik eigenlijk dit moment dadelijk de onthulling niet een soort eindpunt willen laten zijn, ook voor jullie. Maar misschien juist ook als een mooie boost, een nieuw moment om dingen op te pakken. Juist ook samen en samen te blijven doen om dat hier ook vast te houden. En dat je misschien over een paar jaar zelfs terug kunt kijken op nog meer kunstwerken of nog meer andere creatieve vormen waarin je elkaar hebt gevonden. Dus dat misschien als toelichting bij de handen. Geen champagne. We hebben er nog geen naam voor. Nog geen naam voor.
kan wel dat is nog een prijs. Dat is een, ja, okay. Kan een goede, hè, goed wij idee zijn, zijn inderdaad. Wij zijn open voor ideeën. Oké. Nou dan, bij deze zou ik het kunstwerk voor Kronos willen onthullen. Tada! En zien jullie jullie eigen doekje erin terug? Ja? Er ontbreken dus twee doekjes waarvan we dus hopen dat die ooit nog terecht komen. Anders gaan we die zelf invullen. Heel mysterieus is het van, hè? Ja. Ja. Ja, zie je dat jou? Ja, ik zie mijn eigen. Ja, daar hè? En die van papa? Als je ervoor gaat staan, dan kan je eigenlijk ook een leuke foto maken. En samen? Dan ben jij de vleugels van de vleugels. Ja, precies. Mooi, je heeft ook iets gedaan, hè? Zie je dat? Wil je even vragen aan de microfoon, wie ziet zo'n werk terug? Als je er kom niet bij zelf. Nee. Ik zit hier goed. Misschien even kijken inderdaad, van wie is er hier die al zijn werk terugziet? En ja, vind jij het leuk om hem even aan te wijzen, zodat wij hem ook kunnen zien? Ja? Met mama samen misschien? Kom maar samen, ja? Ja. Kom maar eens kijken, wat is van jou? Ah, applaus! Ja! Ja. En Jona, is van jou. En hoe vonden jullie het om eraan te werken? Best leuk. Ja? Best leuk. Ja, we hebben het eigenlijk samen in de tuin gedaan, hè, met z'n allen. Ja. Leuk, hè? Toen kwam die brief binnen eigenlijk, hè. Ja, leuk. Ja, ik krijg snel gereageerd door Tom. Mooi is die, hè. Jong en oud. Ja, en jong en oud. Wat jullie doen jullie aanwijzen? Is dat ook nog? Of zo? Ja, ik doe het daar. Oh, wat leuk! Oh, wat leuk! Met een mini museum met een aantal van de collectiewerk, ja, de replica's dan. En we nodigen jullie zo meteen uit als het gestopt is met regenen om gewoon eens even te komen kijken. Dat is eigenlijk alles. Ja, ja. Dus, en we werken vaker, we hebben al vaker samen gewerkt, hè, met het Van Appen Museum. Ja. Aan kunstwerken en die kunstwerken heren
in het Van Abbe Museum. Ja. Dus dat was ook heel leuk. Ja. We proberen elkaar op te zoeken. Ja, in de stad. Precies. En wij vinden. Ja. Dat zei je. En wij kinderen. Ja, we vinden elkaar. Ja. Blijf niet mee zoeken. En misschien ook heel leuk dat Wilma nog even iets komt vertellen. Want die heeft ook een leuke plek geopend afgelopen zaterdag in dit gebouw. Dat klopt. En die is ook openbedaling, toch? Die is zelfs. Ja. Blijf naar dadelijk. Ja, ik ben Wilma, ik ben de oprichter van Stichting De Kledingzolder. Wij hebben onder andere tweedehands kleding en andere spulletjes voor mensen die het niet zo breed hebben, dus allemaal met een klein prijsje. En ja, we zijn afgelopen zaterdag voor de eerste keer open gegaan hier. En we hopen dat het een succes gaat worden in de komende jaren, hopen dan hopen. Ja, zeker. Dus ja, jullie zijn zo meteen van harte welkom. Ja, dankjewel. Maak kennis met elkaar. Er is koffie, thee en er zijn ook hapjes. Dus we lopen wel een beetje rond. En geniet er vooral ook van. Ik wil het klas heel erg bedankt dat ze er zijn. Ja. Is dat niet wat veel? Want ja, je vraagt best wel veel van mensen als ze echt moeten schilderen. Dat kost best wel veel tijd. En we vonden het heel bizar dat er eigenlijk al 42 aanmeldingen waren. Dat we ook tegen mensen moesten zeggen van, oh, sorry, dat gaat niet helemaal lukken. Waarvan dus twee doekjes helaas niet terug zijn gekomen. Maar dat zien we dan bij de vingers. Dus eigenlijk vonden wij het heel mooi hoe enthousiast de buurt ook reageerde op een best wel snel idee wat we hadden. We hebben best wel snel uitgewerkt en dat er zoiets moois blijvends in de wijk kan komen is wel heel bijzonder. Met ook iedereen een hele eigen stijl, maar toch dat het samen weer een mooie vlinder wordt. Is geworden, hè? Ja. En Janneke, hè? En Bieke, misschien wel toch iets zeggen. Kom op! Want voor ons was het ook een hele leuke samenwerking, hè? Om in deze tijd. Ja, geweldig. Jullie allemaal op te zoeken en dat we, want we willen ook graag eigenlijk jullie vinden en kijken of we meer met elkaar kunnen doen. He, dat de lijk eigenlijk nog leuker wordt. En, he, en daar is zowel Janneke als wij zijn daar heel veel mee bezig. Dus als je zin hebt, weet je wel. Ja. Blijf het op volgen, Facebook. En wij hebben jullie even gestuurd. Dus dat we jullie ook de nieuwsbrief af en toe mogen sturen. Dus laat het ook weten, want we hebben jullie ook hard nodig om een fijne wijk te creëren. Ja. Dat kunnen we niet alleen. Dus, van de dienstjes heb ik dat niet mee. Maar deze nog niet. Oh, hier. Mocht je iets willen vermelden over het project Spaces, dan heb ik graag over hier. Kun je even. Dat is het mooiste, want iedereen was in één keer
in een andere tijdperk gekomen. En iedereen dacht, ja, wat kan ik wel? En toen bedachten we, ja, dit kun je wel. Dus je kan wel creatief zijn. Je kan wel voor iemand anders iets betekenen. En dat was het mooiste van het hele project. Ja, ik ben heel trots op. Ja. We doen in het museum wel eens.